Elk jaar gebeuren er 7,6 miljoen ongelukken in Nederland. Het is dus heel erg belangrijk om goed te weten wat je moet doen. En wij vroegen ons af hoe goed voorbereid de mensen in Den Haag nou eigenlijk zijn. Stel je voor, iemand hier valt gewoon neer. Zouden jullie dan weten wat je moet doen? Nee, ik denk niet. Ik zou wel allereerst 112 bellen en dan misschien daar gaan vragen en kijken of er omheen mensen zijn die het wel weten. Maar ik zou zelf niet meteen weten wat ik moet doen, nee. Nou ja, eigenlijk hetzelfde, ja. Ja, denk het wel. Ik heb wel een keer een reanimatiecursus gedaan. Dus dat, ik zou wel ongeveer kunnen zeggen wat ik zou moeten doen. Ik heb precies hetzelfde gedaan op de middelbare school, een reanimatiecursus. En ik heb ook EHBO gedaan voor mijn werk. Maar dat is wel een tijdje geleden, dus het zit wel ergens. Dus ik denk dat ik wel in een moment wel zou weten wat ik dan moet doen. Maar als je het me nu vraagt... Nou, op school hebben wij wel reanimatiedingen gehad. Dus ik zou ongeveer weten wat ik moet doen. Jullie hebben dus geen EHBO-diploma. Zouden jullie dat wel willen? Ja, ik denk het wel. Ik heb toen ik nog jonger was op de middelbare school er wel over nagedacht om het te halen, maar uiteindelijk niet gedaan. Maar ik heb dan er ook wat over gelezen. Maar ik denk als het op middelbare scholen gegeven wordt, lijkt het me wel goed dat een hele nieuwe generatie ervan op de hoogte is wat ze in zo'n situaties moeten doen. Nee, ik heb nooit EHBO-diploma gedaan. Ik zou het wel graag een keer willen doen, maar het is gewoon nooit echt van gekomen. Ja, het is denk ik ook een beetje mijn eigen luiheid. Ik heb er wel eens gedacht van, ja, misschien moet ik het doen en ook reanimeren, dat ik dat kan doen. Maar ja, dan heb ik het verder ook niet echt, of dan zie je het niet ergens voorbij komen en dan denk je, nou laat het ook maar. En ja, het wordt niet echt gepromoot dat je het ergens kunt doen. Dus als dat misschien wat meer zou gebeuren, dat je dan ook denkt van, oh laat ik eens me aanmelden. En hoeveel procent van de Nederlanders denken jullie dat een EHBO-diploma heeft? 20-30%, denk ik. Ja, ik denk 40%. Ik denk niet zoveel als wat mensen denken. Ik denk 15%, zoiets. Ja, ik denk ook niet zoveel. 20? Ik denk tegenwoordig wel meer. Ik denk zo'n 40% wel of zo. Ik denk wel meer. Wel veel. 17%. Oh, dat is niet zoveel eigenlijk. Wat vind je daarvan? Ja, maar wel meer. Ja, vind ik. Het is 17%. Ja, dat is wel laag. Het is ja, echt wel laag. Dus heel veel mensen zouden, dus als iemand neervalt, niet weten wat ze moeten doen. En dat is wel zorgwekkend eigenlijk. Ja, ben ik het wel mee eens. Het is best wel weinig, want ik denk dat je best wel veel kan betekenen. Zeg maar. Als je hier bijvoorbeeld neervalt en maar heel weinig mensen weten wat ze moeten doen, dan is het natuurlijk heel vervelend. En je zou zelf, als je in zo'n situatie zit, ook graag willen dat meer mensen het kunnen. Dus,